De spuikleppen van de Afwakkerdam zullen vanaf het komende weekend gefaseerd gesloten worden. Staatsolie Power Company Suriname NV, SPCS, zal in de eerste fase overgaan naar de safe spill, wat betekent dat de spuikleppen een opening van slechts 10% zullen hebben. De verwachting is dat de stroomafwaarts gelegen gebieden hierdoor weer droog zullen komen te staan. Het water in het Stuwmeer ligt nu op een zodanig niveau dat het berging biedt indien er een eventuele bovengemiddelde regenval in de maanden juli en augustus plaatsvindt. Op basis hiervan heeft SPCS besloten om van start te gaan met het gefaseerd sluiten van de spuikleppen. Afhankelijk van de regenval in de komende periode zullen de spuikleppen weer worden geopend op 20%. Vooralsnog wordt het compleet sluiten van de spuikleppen als de meest waarschijnlijke voorspelling aangemerkt.